Hallo en welkom op deze workshop rond Handbrake. Stel, je hebt een paar leuke video-dvd's, maar daar kan je natuurlijk niet zoveel mee aanvangen op je tablet, zeg maar. Of je hebt een aantal videobestanden gedownload, maar blijkbaar in een bestandsformaat waar je favoriete mediaspeler niet mee overweg kan. Er zit dan eigenlijk maar één ding op en dat is die bestanden transcoderen, heet dat. En dat wil zeggen van het ene videoformaat converteren, omzetten naar het andere videoformaat. Dat doe ik met het gratis programma Handbrake dat je vindt op www.handbrake.fr. Als je het programma opstart, oogt de interface op het eerste gezicht wel een beetje intimiderend, maar in de praktijk valt dat best mee. Bovenaan vind je wat informatie over het bronvideobestand, de source. Daaronder is het de bedoeling dat je dus de bestemming of de destination aangeeft, waar dus het geconverteerde videobestand hoort terecht te komen. En hoe die conversie, die transcodering precies moet verlopen, bepaal je in het paneel Output Settings. En vooral dat paneel oogt behoorlijk complex met zijn talrijke en behoorlijk technische tabbladen. Maar je hoeft je daar eigenlijk niet door te laten afschrikken. Want Handbrake heeft daar toch wel iets handigs op gevonden. En dat vind je aan de rechterzijde in het Presets paneel. Hoef je eigenlijk alleen maar aan te geven over welk device, over welk apparaat of mediaspeler je beschikt. En zodra je het gewenste apparaat selecteert, krijg je dus de aangepaste instellingen van Handbrake cadeau. Tijd nu om met Handbrake aan de slag te gaan. Ik heb alvast in mijn dvd-station een huis, tuin en keukenvideo klaargezet. En je zal zien als je de source-knop aanklikt dat Handbrake die al heeft herkend. Je weet dus dat het om een video-dvd gaat. Desnoods kan je altijd nog via folder daar naartoe verwijzen. En hij laat bepaalde gegevens zien over dat bronbestand, dat in mijn geval slechts 4 minuten is, ruimschoots voldoende voor deze demonstratie, voor deze workshop. Hij heeft al destination ingevuld. Dat kan je natuurlijk ook manueel gaan invullen voor elke omzetting afzonderlijk, maar via Tools en Options kan je bij tabblad Output Files aangeven wat de default path, het standaard pad is voor elke om te zetten video. En als je die files geselecteerd laat, zal hij zelf ook een geschikte naam voorzien voor het te converteren bestand. Nu weer toch zijn, ook wel handig om weten, is dat Handbrake een preview-knop heeft. Als je die aanklikt, kan je alvast al een klein stukje van het resultaat gaan bekijken. En in welk programma dat precies gebeurt, dat bepaal je hier via de knop Browse. In mijn geval gaat het om de VLC Player. En ook het tabblad audio en de subtitles is heel interessant, want daar kan je alvast al aangeven wat je voorkeurstaal is. Nederlands wellicht voor zowel audio als de ondertiteling. Op het tabblad general verder kan je aangeven of je voor updates wil controleren. Interessant is alvast dat je dit geactiveerd laat enable GUI tooltips, want dan krijg je dus een handige tooltip te zien als je de muispijl boven een optie beweegt. Je legt je wijzigingen vast met de knop close. En dan is het eigenlijk vooral zaak om de juiste preset, de correcte preset te gaan kiezen hier rechts. En zoals ik al zei, naar gelang je de preset selecteert, past Handbrake automatisch de bijhorende instellingen aan op de diverse tabbladen. Nu interessant is ook als je bij Source kijkt dat je naast chapters, sommige videobronbestanden bevatten ook hoofdstukken, maar dat je ook seconds en frames kunt kiezen. Veronderstel dat je kiest seconds, dan kun je hier tot op de seconde aangeven van welk tijdstip tot welk moment in de video je de opname wil geconverteerd zien. Je hoeft dus niet noodzakelijk de ganse video te laten transcoderen. Dan hoef je alleen nog maar de startknop aan te klikken en onderaan in de statusbalk kan je het hele proces volgen. Wil je meer technische details, dan moet je bij de knop Activity Window zijn, want dan krijg je inderdaad van A tot Z te zien wat er precies aan het gebeuren is. Over naar een tweede projectje. Stel, je hebt een video-dvd en die wil je dus omzetten naar een videobestand, maar je wil de ondertiteling effectief op de beelden zelf gaan branden, zogenoemde harde ondertitels.
Nu kan je opnieuw vertrekken van een video-DVD of je kan die ook al geript hebben, bijvoorbeeld met DVD Decryptor, zoals ik in mijn geval hier heb gedaan. En dan hoef je maar naar die map te gaan verwijzen via de knop Source alweer met Open Folder. En dan krijg je de titels even later hier te zien. Bij title, en dan kies je er de juiste titel uit. Dat zal deze in mijn geval wel zijn van 1 uur 13 minuten. En dan open je het tabblad Subtitles, waar je in het uitklapmenu de juiste ondertitel kiest, in dit geval Nederlands. Je plaatst een vinkje boven de kolom Burned In, om die dus hardcoded te maken, te gaan branden op de beelden als het ware. Je zet daar dus een vinkje en dan bevestig je met de knop Add, zodanig dat die wordt toegevoegd. En dan ben je eigenlijk klaar en hoef je alleen nog maar de startknop in te drukken voor de transcodering. Ons derde projectje tenslotte. Stel je hebt een video-DVD opnieuw of een videobestand dat je hebt gedownload en je wil dat van één of meer ondertitels voorzien, Nederlands en Engelse bijvoorbeeld, waar je kunt uit kiezen. Dat mag dan niet ingebrand worden, dat moet dan als een apart tekstbestand meegegeven worden. En zo'n tekstbestand kan je vinden ongetwijfeld op www.nlondertitels.com, want daar hebben ze er maar liefst 17.000. Heb je eenmaal het juiste bestand gedownload en eventueel uitgepakt, dan hoef je maar opnieuw het tabblad Subtitles te openen en het knopje Import SRT in te drukken en naar het juiste SRT-bestand te verwijzen. Ik heb hier maar een willekeurig voorbeeld genomen. Je bevestigt met openen. Dat komt dan terecht in het uitklapmenu. Dat kan je dan selecteren. Hier. En als dat gebeurd is, bevestig met de knop Add. En dan opnieuw hoef je maar de startknop in te drukken om de conversie in gang te zetten. Misschien wel nog even meegeven dat niet alle mediaspelers daarmee overweg kunnen, of dat je soms de ondertiteling moet activeren in de VLC-player. Bijvoorbeeld is dat via video ondertitelspoor. Ben je wat technisch beslagen in deze videomaterie, dan kan ik me best voorstellen dat je aan bepaalde instellingen wil sleutelen. Allemaal geen probleem, zolang je perfect weet waar je mee bezig bent en wat de eventuele consequenties zijn. Nu, heb je de bepaalde instellingen die je wil hergebruiken voor latere conversies, dan is het nog zo handig als je die in een preset kunt vastleggen. En dat kan inderdaad via het knopje Add hier onderaan rechts, waarna je dus de instellingen een bepaalde naam meegeeft en ook de gewenste grootte van de video aanduidt. Als dat gebeurd is, bevestig je met de knop Add. En als je wil, kan je er zelfs voor zorgen via het knopje Options, hier rechts onderaan, set default dat Handbrake jouw instellingen als standaard zal gebruiken. Nog iets anders, stel je hebt een hele aantal video's te converteren, bijvoorbeeld van een televisieserie, dan is het natuurlijk vervelend dat je dat telkens opnieuw met start moet gaan doen. Dan doe je dat beter met de knop Add to Queue, voeg toe aan een wachtrij. Hij zal al die video's dan in een wachtrij stoppen. En als dat gebeurd is, als alle video's zijn toegevoegd, hoef je maar de knop Show Queue in te drukken. Dan zal je die hier opgelijst zien staan. En dan kan je met één druk op de knop, met name de knop Encode, alle omzettingen automatisch laten lopen. Je ziet, Handbrake maakt het je echt wel makkelijk. Jij hoeft alleen nog maar van je video's te genieten.